Ik keek in mijn glazen bol en ik zag een parlementair onderzoek. Goed dat dit gewoon helder wordt. Wanneer komt de rapportage? Grote woorden, maar weinig wol. Dat was ook niet mijn stelling. Okay. Het feit dat ik hier vandaag weer sta. Wie kent deze plek niet? De Tweede Kamer. De plek waar belangrijke besluiten worden genomen. De plek waar soms hevige discussies worden gevoerd. En de plek waar het allemaal lijkt te gebeuren. Maar is dat wel zo? Er is dan namelijk al heel wat werk gedaan. En dat gebeurt in de Kamercommissies. Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die veel weet over een bepaald onderwerp. Voor vrijwel elk beleidsterrein is er een vaste commissie. Zoals voor financiën, voor onderwijs en voor defensie. In iedere commissie zitten de specialisten van alle politieke fracties. Als een minister of een staatssecretaris een nieuw plan heeft, komt dat niet zomaar in de Tweede Kamer terecht. Het voorstel gaat eerst naar een Kamercommissie die het onderzoekt. Als de commissies vergaderen, is dat in deze of in een van de 7 andere vergaderzalen. Specialisten van de Tweede Kamer stellen hier vragen aan de minister of staatssecretaris, die daar vervolgens antwoord op geeft. Als de commissie het wetsvoorstel heeft onderzocht, volgt er vaak nog een laatste debat in de grote zaal van de Tweede Kamer en kan er worden gestemd. Laten we even kijken naar een voorbeeld. Eerst zetten we een aantal dingen voor je op een rijtje. Het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen die ons land regeren. De Tweede Kamer controleert het kabinet en beslist mee over nieuwe wetten. Alle nieuwe plannen moeten daarom eerst voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Een voorbeeld. Het kabinet wil het aantal jonge rokers terugdringen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer om de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. De Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat ermee aan de slag. De commissieleden bestuderen de wet, stellen schriftelijke vragen en spreken met deskundigen en mensen die direct met de wet te maken hebben. Daarna gaan ze in debat met de staatssecretaris. Kamerleden uit de commissie stellen onder andere voor om ook verkopers van tabak strenger aan te pakken als ze de wet overtreden. Er volgt een laatste debat in de grote zaal van de Tweede Kamer, waarna er gestemd wordt over de wet en de nieuwe voorstellen van de Kamerleden. Dit is het gedeelte dat jij en ik vaak zien. Het voorstel wordt aangenomen en ingediend bij de Eerste Kamer. Commissieleden moeten genoeg kennis hebben van het onderwerp. Daarom doen ze ook zelf onderzoek. Regelmatig nodigt de commissie mensen buiten de politiek uit. Experts wordt bijvoorbeeld om hun visie gevraagd in een ronde tafelgesprek. Maar de commissieleden blijven niet alleen in Den Haag. Ze gaan ook het land in om te kijken welke problemen mensen tegenkomen en hoe de wetten uitwerken in de praktijk. Ook kunnen mensen, zoals jij en ik, aandacht vragen voor een specifiek onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een brief of een e-mail sturen aan een Kamerlid. Maar je kunt ook zelf naar de Tweede Kamer komen. Iedere dinsdag krijgen de commissies petities aangeboden van belangenorganisaties, verenigingen of individuele burgers. In de grote zaal van de Tweede Kamer vallen dan wel de besluiten, maar de voorbereiding gebeurt dus in de Kamercommissies. Daar komt alle informatie bij elkaar, worden voorstellen gedaan en standpunten bepaald. De Kamercommissies vormen de ruggengraat van de Tweede Kamer. De meeste vergaderingen van de Kamercommissies zijn openbaar. Je kunt daar dus gewoon zelf bij zijn. Of je kunt de vergaderingen via internet live bekijken op www.tweedekamer.nl.